Voor koeltoepassing 5 tot en met 10 hebben we een referentiethermostaat nodig. Een referentiethermostaat is de thermostaat die bepaalt of er gekoeld of verwarmd wordt. Meestal is dit de thermostaat die in de woonkamer zit. Stel dat deze thermostaat in de woonkamer zit, dan drukken we op deze thermostaat in het midden om hem te activeren. We drukken op het pijltje linksbovenaan totdat we ME1 zien. Dan drukken we nogmaals op het pijltje totdat we ME4 zien. Met het pijltje naar beneden gaan we naar ME6. Dat bevestigen we met een vinkje. Dat staat nu op off. Druk op pijltje naar beneden en bevestigen met het vinkje. Deze thermostaat is nu de referentiethermostaat in het systeem.